Dames en heren, welkom hier op Tuin de Rijder S, waar we vandaag een geweldig programma hebben met allerlei zaken waar ik u straks wat meer over zal vertellen. Want we zijn in de gelukkige aanwezigheid van mevrouw Elise Lemkes, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, die het ook zo belangrijk vindt om hier te zijn dat ze u ook daarover iets wil toespreken. Het woord aan mevrouw Lemkes. Ja, hartelijk dank en goedemiddag allemaal. En hartelijk dank aan Bart en Danielle voor jullie uitnodiging om hier vandaag te mogen zijn en de opening te mogen verrichten. We willen naar een sector toe, echt die moet veranderen en die toegevoegde waarde heeft. Slim is, zeg maar, hè, dus ook met technologie werkt om te verduurzamen. Gebaseerd op kringlopen en verbonden met de maatschappij. Nou, dat alles vinden we hier in Tuinderij de S. Bart, ik wil jou feliciteren met Danielle samen voor wat je hier tot stand hebt gebracht. Ik vind het geweldig dat je dit festival, dat jullie dit festival organiseren. En ik verklaar het hiermee tot geopend. En ik wens u en onszelf allemaal veel plezier vandaag. Veel plezier allemaal vandaag. Ik presenteer u vol trots de Waldroemmuzikanten uit Tilburg. Wij gaan vandaag koffie maken op dit foodfestival. We komen hier al jaren en wij maken koffie op locatie. Dat is espresso koffie met espresso machine. Maken we gewoon lekkere koffie, cappuccino, latte, noem maar op, allerlei soorten koffies. Ik heb er super veel zin in. Dit is Lars, hij begeleidt mij vandaag op piano en gitaar. We hopen dat jullie het leuk vinden. Graankorrels die haar maakte, tot de vruchtbare bodem die over hen waakte. We zitten aan tafel en ergens schraapt een boer de klei van zijn laarzen. Eten wij de vruchten van wat daar ooit zorgvuldig is begraven. Ik wil het wel zien, maar nog 18 ongelezen appjes op mijn telefoon, net genoeg tijd voor nu.nl terwijl ik snel mijn muesli wegwerk voor de dag begint. En ik mij opwind als de wijzer van een onzichtbare klok. Wij kweken oesterzwammen op koffiedik. Van die oesterzwammen worden dan ook bitterballen en kroketten gemaakt. Ze zijn niet alleen vegetarisch, maar ook veganistisch. Het nieuwste product is het sausijzenbroodje van oesterzwammen. Dus we hebben eigenlijk vandaag voor het eerst dat we dat hier staan te verkopen. En ik krijg allemaal enthousiaste reacties. Dus ben ik helemaal blij. Is je lekker? Thank you.
vandaag de kinderyoga en de ouderkinderyoga lessen. We hebben hier wat kleedjes liggen. Normaal hebben we natuurlijk yogamatten, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En wat we aan het doen zijn, is eigenlijk op een spelende manier de yoga een beetje introduceren aan de kinderen en de ouderen die hier zijn. En dat doen we door samenwerkingsopdrachten, maar ook door meditatie, ademhaling, samenwerken en muziek. En s'avonds na het eten, dan zet ik me daar. Dan stop ik een pijp en de koffie staat klaar. Als tussen de bomen de zon stiekem wegschiet, dan is het in de buurt nergens bitter als daar. Dan is het in de buurt nergens bitter als daar. Ik wens je veel plezier. Wij zijn een cadeautje. Let's go! Yeah. We are taking you now to the deep, deep, deep bush of Africa. Okay? Deep in the forest. Let's go! I'm gonna go to the next one.